20 augustus. Ja hoor, een nieuwe dag. De dag dat. 2008, Usain Bolt loopt tijdens de Olympische Zomerspelen in Peking een wereldrecord op de 200 meter. 19 seconden en 30 milliseconden. Hoe zeg je dat? 19,3 seconden. 200 meter, hè? Kan dat sneller? Ja, natuurlijk kan dat sneller. En dat doet hij op dezelfde dag. 2009, het WK Atletiek in Berlijn. Usain Bolt loopt dan de snelste tijd. Een nieuw wereldrecord op de 200 meter. Zichzelf verbroken. 19,19 seconden. Ja, dat zou ik ook doen. Gasten, snel. 1897. De Britse legerarts Ronald Ross ontdekt dat tropische steekmuggen de overbrenger zijn van malaria. Ja, dat was Ronald. Ronald Ross. Ik weet het. Ja, het zijn die muggen. Ja, dat wisten we allemaal wel. Oh, nou, ik schrijf het op papier en dan heb ik dat ontdekt. Hey, joh, wat jij wil. Heb je ook een cure? Heb je een medicijn ook? Nee? Hij kreeg er wel een Nobelprijs voor. In 1902. Ja, maar dat was hartstikke goed van Ronald. Ja, zeker wel. Want toen wisten ze, hey, we moeten die muggen gewoon afmaken. Dus even een beetje extra date, dan werd je niet geprikt. Ja, even heel kort door de bocht. Kijk, als je eenmaal malaria had... Ja. Oh, je hebt het al. Ja. Ja, dat kan ik niks meer voor je doen. Nee, serieus, echt niet? Nee. Ja, kut. Oh, man. Zo 's avonds denk je van... Heb je alles gecheckt? Zijn er muggen? Nee. Ga je liggen? Komen ze toch weer eens vandaan. Zo bij je oor. Ah! Fucking unrelaxed. Scheidmuggen. Door de mug zijn volgens mij de meeste mensen doodgegaan. Door een mug? Ja, malaria. Oh ja. Ja. En van Isaac weer. Isaac Hayes. Ik moet weer op de foto. Ja, heb je dat gekke pakje weer meegenomen? Ja, ik op. Doe ik weer aan hoor. Take a picture. Isaac Hayes, vandaag jarig. Of het nou jarig, hij leeft niet meer. 2008 overleden. Geboren in 1942. Hij is een zanger. Amerikaans zanger en producer. Hij heeft nog voor Chef, heeft hij de titel song gemaakt. En natuurlijk Chef. Ja, stick hem in your mouth en suck hem. Suck on my chocolate salty balls. Stick hem in your mouth en suck hem. Suck on my balls. Isaac Hayes. 68 geworden. Staat hij hoor. John Hiatt, gefeliciteerd. Ja, Led Zeppelin. Stairway to Heaven. And as we wind on down the road, our shadows taller than our soul. There walks a lady. 89 geworden. Don King. Amerikaanse bokspromoter. Ja, die zie je toch altijd staan bij die bokswedstrijden. Vooral vroeger, joh. Grootste vriend van Mike Tyson. Wat een topnaam ook. Is dat zijn artiestennaam? Don King? Volgens mij niet, zo heet hij gewoon. Hij heeft verschillende historische bokswedstrijden tot stand gebracht. Oh, hier ook oh, Rumble in the Jungle. Een thriller in Manila. En dat was natuurlijk met Foreman en met Muhammad Ali. Ja, Cassius Clay. Ja, dat zijn dezelfde. Ja, Just for you to have a little faith in me. You see, time is a friend. Cause for us, there is no end. Lekker dit! Have a little faith in me. Wat zeg je nou? Is dat niet van Joe Cocker? Nee, dat is niet van Joe Cocker. Have a little faith in me is niet van Joe Cocker. Nee, dat is van John. John? John Hiatt. Donderop. Ik zweer het je. John Hiatt. Die heeft Have a Little Faith in Me geschreven, gezongen, alles erop en eraan. Ja, ik wist het wel, maar heel veel mensen weten het niet. John Hiatt. Ja, vandaag gefeliciteerd. 68 jaar. It's all about he said, she said bullshit. Ja, natuurlijk. Limp Bizkit. Hier, Fred Durst. 49 jaar geworden. It's all about he said, she said bullshit. De dag dat was hem weer. Abonneer je eventjes. Arrivederci. Bis morgen.